Stel je voor dat je een nieuwe telefoon wil kopen. Nou, je hebt een bepaald budget en je moet keuzes maken. Je kijkt naar drie dingen. Je kijkt naar de camera, naar de opslagruimte en de snelheid van de telefoon. Nou, dan heb je op een gegeven moment een model gevonden, maar je ziet dat je voor 10 euro meer bijvoorbeeld twee keer zoveel opslagruimte kunt hebben. Wat ga je dan doen? Ga je dan je budget vergroten? Wat je gaat doen is afwegen of de kosten voor iets meer uitgeven opwegen tegen de uiteindelijke voordelen. Datzelfde principe kun je ook toepassen op elektronenconfiguratie. Soms kost het in dat individuele stapje voor een elektron iets meer energie, dus voor dat ene elektron, maar voor het gehele atoom scheelt het energie. Als je kijkt naar het periodiek systeem, kun je voor 90 elementen exact de, de redenatie volgen en de stapplan volgen zoals we eerder hebben besproken. Maar 21 elementen wijken af. Laten we nou eens kijken waarom dat die afwijken en wat daar de redenen voor zijn. Hier zie je 19 elementen welke een afwijkende elektronenconfiguratie hebben. Je ziet onder andere chroom, koper, molüteen, ruthenium, rhodium, palladium, zilver, platina en goud. Wat valt je op als je kijkt naar de positie in het periodiek systeem? Je ziet het zijn allemaal overgangsmetalen, lanthanides en actinides. En je ziet ook als je kijkt naar de elementen die we vaker gebruiken, we eerder de eerste twintig, dat het grotere atomen zijn, dat ze meer elektronen hebben. En waarom is dat nou een belangrijke observatie? Nou, weet je nog wat z-effectief was? Z-effectief is de effectieve nucleaire lading. En dat is de lading die een elektron echt ervaart door de kern. En naarmate je meer elektronen hebt. Is de aantrekking van de, naar de kern minder belangrijk? En wat wordt er dan groter? De afstoting. Omdat de ruimte om het atoom moet je meer delen en er zitten meer elektronen ertussen die voor die afstoting zorgen. Zoals je een beetje in het plaatje kunt zien. Kijk, en dat heeft ook invloed op de energieniveaus tussen de orbitalen. Dat betekent dat het verschil tussen die orbitalen in energie steeds kleiner wordt. En dat het dus soms stabieler is voor een atoom om van de standaardregels af te wijken. Misschien helpt het volgende voorbeeld om dat te illustreren. Stel dat je een klein stuk moet fietsen. Je hebt twee wegen. En de ene weg is korter dan de andere. Ja, welke kies je dan? Automatisch de kortere weg, toch? Op zo'n kort stukje ga je niet uh, waar uh, kiezen, dan kies je voor de snelste route. Als je nou dezelfde situatie werkt, maar je moet een veel langer stuk fietsen. En je hebt ook weer de keuze uit twee wegen en ook weer eentje is langer. Maar die ene die langer is, die is wel veel fijner om te fietsen. En qua tijd ben je waarschijnlijk nog zelfs eerder dan de kortere weg. En welke ga je nu kiezen? En nu kies je toch wel de weg die qua kilometers langer is, maar wel fijner is om te fietsen. En zo wordt er soms ook de keuze gemaakt, of in ieder geval zal een ato atoom kiezen voor een elektronenconfiguratie, waarbij het voor het ene elektron misschien een hoger energieniveau betreft, maar ten opzichte van het gehele atoom dit uiteindelijk minder energie kost. Nou, laten we eens kijken naar twee voorbeelden, naar chroom en koper. Als je kijkt naar chroom, chroom heeft atoomnummer 24, dat betekent dus dat er 24 elektronen zijn. En als je alles gaat vullen volgens dat afbouwprincipe, dan heb je twee elektronen in het 4s-orbitaal en um, vier elektronen in het 3d-orbitaal. Maar als je nou gaat kijken hoe het er in werkelijkheid uitziet, dan zie je dat het verschil is dat één elektron van 4s naar 3d is gegaan. Alle 3d-orbitalen zijn nu voor de helft gevuld. En dat betekent dat qua ruimte de elektronen. Wat verder van elkaar zitten. Dus de afstoting wordt minder groot. Dus de z-effectief is op dat moment groter. Nou, en qua energie is dat dus stabieler om, om het te verdelen over dat 3D-orbitaal dan om een 4S-orbitaal volledig gevuld te hebben. Als je kijkt naar chroom, chroom heeft atoom nummer 29. Dus 29 elektronen dienen zich in de orbitalen te bevinden. Kijk, en als je alles gaat vullen volgens dat afbouwprincipe, dan heb je twee elektronen in het 4S-orbitaal en negen elektronen in het 3D-orbitaal. Als je dan weer kijkt hoe het er in werkelijkheid uitziet, dan zie je dat het verschil is dat één elektron van 4S naar 3D is gegaan. En alle 3D-orbitalen zijn nu compleet gevuld. En dat is dus ook weer stabieler qua energie dan zo'n 4S-orbitaal volledig gevuld te hebben. We hebben nu twee eh, atomen bekeken welke een afwijkende elektronenconfiguratie hebben. En wat we daaruit gezien hebben, is dat een compleet gevulde sublaag en een compleet half gevulde sublaag energie oplevert voor een atoom. En dat het dus zorgt dat de z effectief lager is. Omdat die elektronenafscherming, die electron shielding, die afstoting, die wordt lager. Omdat de elektronen gelijker zijn verdeeld over het atoom en over de ruimte. En als je kijkt naar alle uitzonderingen, die gaan we natuurlijk nu niet doen, maar als je kijkt naar alle uitzonderingen, dan zie je dat ze veel elektronen tot de beschikking hebben. En de meeste minimaal 40. En daarom wordt het verschil tussen die energieniveaus steeds kleiner. En er wordt gekeken naar de totale hoeveelheid energie die een atoom kwijt is om de elektronen te verdelen. En dat betekent dat soms een elektron in een ietsjes hoger energieniveau te plaatsen, minder energie kost dan de totale energie van het atoom. En waar ligt dat dus aan? Omdat dus die z effectief voor dat uh, atoom lager wordt. En dus wegen de kosten op tegen de baten.